Raise your voices high and sing of your Caribbean pride. Sing it loud and strong. Feel our hearts beat as one. Celebrate in song as we rise to heights where we In deze editie van de Road to the 43rd Regular Meeting of the Heads of Government of the Caribbean Community maken wij van de Communicatiedienst Suriname u deelgenoot van een toespraak van president Chandrika Persat Santokhi. Het Surinaamse staatshoofd zal tijdens de 43ste reguliere CARICOM staatshoofdenvergadering het voorzitterschap van de regionale organisatie overnemen. De regeringsleider is enthousiast over de 10K Road Race en wenst de Surinaamse atleten enorm veel succes toe. Mag jullie allemaal welkom heten. En ik heet jullie van harte welkom als de inkomende voorzitter van de CARICOM staatshoofdenvergadering. En ik zal als voorzitter optreden voor de komende 6 maanden vanaf 1 juli. Maar natuurlijk, voorafgaand aan de staatshoofdenvergadering, is er altijd een 10 kilometer loop. Een 10 kilometer loop waaraan heel wat Caribische atleten van verschillende lidstaten van CARICOM deelnemen. Ook Suriname. Maar we hebben COVID gehad, waardoor afgelopen 2 jaren we deze loop niet gehad hebben. Dus dan begrijpt u dat het een zeer spannende loop gaat zijn. De eerste na COVID en een 10 kilometer loop in Suriname. Waar topatleten gaan komen van verschillende landen. Maar ik weet dat we ook topatleten hebben hier in Suriname. En vanuit deze plaats wil ik alle atleten veel succes toewensen. Veel sportiviteit. Veel energie. Maar bovenal, onze Sernamang, onze Surinaamse atleten. We duimen voor je. Gaat u ervoor. En laat u zien dat je ook een topsporter bent van Suriname en dat je ook topprestaties kunt neerzetten. Veel succes, maar ik nodig ook de Surinaamse gemeenschap uit om te gaan sporten. We zijn nu uit de crisis van COVID. Weer tijd om gezond te leven. Weer tijd om te gaan sporten. Weer om samen te wandelen. Weer om samen te lopen. Weer om samen te rennen. Weer naar de gym te gaan. Zoals ik dat gedaan heb, heb ik ook 10K, maar 10K nu 10 kilo ben ik kwijtgeraakt. Door discipline, door vasthouden aan je oefeningstijden en oefeningsdagen, maar ook aan die gezonde voeding. Veel succes alle sporters, met bijzonder onze Surinaamse sporters. President Santokhi heet als inkomend voorzitter de gasten van harte welkom en belicht de domeinen waar hij zich de komende 6 maanden als verantwoordelijke van de CARICOM op zal focussen. En we hebben ook een heleboel regeringsleiders, prime ministers, presidenten, ministers, hoge regeringsautoriteiten op onze staatshoofdenconferentie in Suriname. En deze conferentie zal plaatsvinden van 2 tot en met 5 juli. Ruim 400 delegatieleden zullen aanwezig zijn. En er zullen verschillende onderwerpen besproken worden. En deze vergadering zal door Suriname, door de president van Suriname, door mij geleid worden. Een hele uitdaging. En natuurlijk doe je dat op basis van collectief leiderschap. Want in het bureau van CARICOM heb je de outgoing chair, de current chair, dat ben ik, en de incoming chair. Je vormt een bureau.
En samen met al die staatshoofden geef je leiding. Geef je richting aan de vergadering. Waar weer verschillende onderwerpen besproken gaan worden. Die te maken hebben met regionale agenda, regionale programma's, regionale issues. Zoals veiligstellen van voedselzekerheid. Dat staat op agenda. Waarbij Guyana een strategisch plan verder zal presenteren. En de uitkomsten van de conferenties in Guyana hebben gehouden. Suriname heeft die verantwoordelijkheid gehad om het industrieel beleid te gaan ontwikkelen. En dat gaan we ook presenteren voor de Caribische regio. Veiligheidsbeleid, getrokken door Trinidad, zal gepresenteerd worden om na te gaan hoe CARICOM nu staat en de lidstaten met betrekking tot de veiligheid. Maar ook zaken die te maken hebben met verandering van ons klimaat, global warming, de impact van klimaatverandering naar alle lidstaten, al deze Caribische landen, inclusief Suriname, hebben een hele lage kustlijn. Dat wil zeggen, ze zullen als eerste getroffen worden door stijging van de zeespiegel. En we merken het al nu, veel regenval, watersnood, wateroverlast, maar ook water dat binnenkomt vanuit de zee. Staat op agenda, omdat we alleen niet kunnen aanpakken. We moeten het regionaal aanpakken, we moeten het internationaal aanpakken. Maar ook oil en gas, energie. En we zien die oorlog in Oekraïne, die zorgt namelijk dat er schaarste ontstaat aan energie. De olieprijzen gaan omhoog. Gastekorten, die beginnen te ontstaan. Kunstmest, fertilizers, die beginnen schaars te worden. Dat heeft impact op voedselzekerheid. Dit moeten we gezamenlijk aanpakken. Al deze zaken staan op agenda. En natuurlijk de reorganisatie van CARICOM-organisatie. We willen een effectieve organisatie zijn. En naar al deze aspecten mag ik leiding geven. En ik zal uiterste best doen. En natuurlijk na 6 maanden hoop ik dat ik al deze zaken op agenda heb kunnen plaatsen, een bijdrage heb kunnen leveren, zodat deze agendapunten verder uitgewerkt kunnen worden onder leiding van andere leiders die gaan komen en op basis van collectief leiderschap we een CARICOM kunnen hebben met een sterke organisatie waar vrije handel mogelijk is zonder barrière, waar gezamenlijk geïnvesteerd mag worden met CARICOM Enterprises, waar Suriname en Guyana grond ter beschikking gaan stellen aan die CARICOM Enterprises voor collectieve investering in de agrarische sector, waarbij wij aan de jongeren van CARICOM 10 hectare land hebben aangeboden voor het opzetten van een campus, voor studie op het gebied van climate change, biodiversiteit, zodat jongeren alvast betrokken kunnen worden om hun eigen toekomst veilig te stellen. En dit moet verder ontwikkeld worden. Al die zaken heb ik als prioriteitsissue op de agenda. En ik heb de overtuiging, met betrokkenheid van alle leiders, alle deskundigen, om een beleid kunnen ontwikkelen om te zorgen dat CARICOM een sterke regio wordt, maar ook dat CARICOM collectief, gezamenlijk, een sterk optreden kan hebben. 1 naar CARICOM zelf als regio, maar ook naar andere regio's en andere landen bij het bespreken van strategische onderwerpen. Alle leiders van CARICOM, Secretary-General van CARICOM, ik nodig jullie allemaal uit. En samen zullen we een prachtige conferentie hebben. Succes allemaal. Met de opkomende olie- en gassector gaat voor Suriname een nieuwe wereld open waar wij als land en volk op moeten inspelen. Collectief bewustzijn is van cruciaal belang om onze natie te ontwikkelen. Het is een tijd van verantwoordelijkheden nemen. Dit was tevens de laatste editie. Raise your voice and sing.